Kasteel Duivenvoorde hoopt wintertafereel te verwerven met crowdfunding. Een zingende sliert kinderen aan de wandel. En wind in je haar, de openluchtbioscoop is daar. Welkom bij het Unity TV nieuws van donderdag 4 juni. Het vakgebied farmacie en farmacologie van de Universiteit Leiden hoort bij de top 10 van de wereld. En aangemoedigd door deze mooie score hebben het LUMC en de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen de handen ineengeslagen. Ze hopen binnen afzienbare tijd toestemming te krijgen om de masteropleiding medische farmacie te starten. En daarmee wordt Leiden de derde universiteit in Nederland die de studie farmacie aanbiedt. Op dit moment kun je alleen aan de universiteiten van Utrecht en Groningen studeren voor apotheker. Per 1 juli wordt het loket Werk en Inkomen in het gemeentehuis van Leiden-Dorp gesloten. Voor vragen en persoonlijk contact kun je voortaan terecht op het Stadsbouwhuis in Leiden. Alleen bij uitzonderingen is het nog mogelijk een afspraak te maken in Leiden-Dorp. Voor vragen over je uitkering, bijzonder bijstand en het minimabeleid of voor het maken van een afspraak kun je bellen tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur 's morgens. Het is lente en dat betekent uiteraard een lange sliert zingende kinderen, ofwel de avondvierdaagse. Bijna elke gemeente organiseert haar eigen editie van deze oer-Hollandse traditie. Zo ook Voorschoten. Van 2 tot en met 5 juni starten de kinderen en hun begeleiders elke avond om 6 uur vanaf de Weddenloop voor een gezellige wandeling van 5 of 10 kilometer. Ik heb wel pijn aan mijn voeten. Ja, gezellig hoor dat je weer in school loopt. Ja. Gaat heel goed. Ja, ah, helemaal goed hoor. Het is heel gezellig. De komende 3 dagen kun je genieten van een zachte zomeravond, een briesje door je haar en een mooie film. Dankzij de samenwerking van het Leids International Film Festival en de Pieterskerk kun je ook dit jaar op het Pieterskerkplein op donderdag, vrijdag en zaterdagavond naar de openluchtbioscoop. Elke avond om 10:30 start er een ware klassieker op groot scherm. Dat zijn films waarvan wij overtuigd zijn dat je ze eigenlijk op groot scherm moet zien. Dat zijn ook films die allemaal een beetje een zomerse uitstraling hebben. We beginnen vanavond met een klassieker van Hitchcock, To Catch a Thief. Dan hebben we morgen een actiespektakel, de Grand Budapest Hotel. En we sluiten de laatste dag af met eigenlijk een soort van culinair Italiaans hoogtepunt, The Trip to Italy. Kasteel Duivenvoorde is een grootse crowdfundingsactie gestart om het monumentale wintergezicht van Andreas Schelfhout aan te kopen. Veel fondsen en organisaties steunen de actie al, maar het kasteel vraagt nu ook de hulp aan het publiek. Het is nu of nooit om het schilderij De Schaatsers bij een Hollandse stad uit 1857 aan te kopen. Het is zicht op een Hollandse stad. Welke stad, dat weten we niet precies. Het is ook genoemd Schaatsers bij een Hollandse stad. Het geeft geweldig gedetailleerd het plezier, het schaatsplezier aan. Met ook allerlei grapjes en ook allerlei mooie taferelen. Koek en zopie en het schaatsplezier. Het is echt een Hollands beeld van de tijd waarin het geschilderd is. Het schilderij werd ooit aangekocht door deze man. Een telg uit de familie Duivenvoorde, die zelf in het kasteel woonde. Het is Hendrikus Adolphus Steengracht. En hij erfde het kasteel van zijn vader. Hij had 6 broertjes en zusjes. En hij was degene die dit kasteel erfde. Zijn andere broertjes en zusjes erfden ook een kasteel. Want zo immens rijk was die familie wel. Hij erfde Duivenvoorde en ook de grootste deel van de collectie van zijn oom, die toen op de Lange Vijverberg in Den Haag aanwezig was. Na Steengrachts overlijden werd zijn kunstcollectie in 1913 verkocht. Hierbij zat ook het wintergezicht van Andreas Schelfhout. Met de aankoop wil het kasteel het schilderij terugbrengen naar de plek waar het thuis hoort. Het past ook geweldig in deze omgeving. We hebben ook een prachtige vijver hier voor het kasteel, waar ook ongelooflijk veel schaatsplezier is geweest. Het is typisch iets wat in een landschap zoals hier thuis hoort. En daarvoor is €7.000 nodig vanuit de crowdfundingsactie. Als dit lukt, wordt het bedrag verdrievoudigd door Fonds 1818.
Het is de laatste kans om het schilderij aan te kopen. Kijk, de subsidies lopen terug. Er zijn wel fondsen die geld geven voor zoiets als dat. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. En het is ook in het belang van mensen om kunst bij jezelf te houden. Dus dan kun je ook aan het publiek vragen, goh, help mee om dit kunststuk voor ons te bewaren. Dit kan door het doen van een donatie op woordenkunst.nl. Het kasteel biedt de donateurs verschillende tegenprestaties, zoals bijvoorbeeld een rondleiding. Maar wat misschien belangrijker is, is dat het schilderij voor voorschoten bewaard blijft. Ja, dat is echt heel belangrijk. En vooral omdat het zo'n ontzettend mooi schilderij is, wat ook zo prachtig in deze omgeving past en wat een kernstuk was van de collectie, omdat het ook de sfeer aangeeft van de verzameling van de 19e-eeuwse eigenaar die daar ongelooflijk veel van hield. Dat is ook echt typisch hoorde bij de smaak van deze man. En dan nog het weer. Vandaag was het een bijzonder mooie dag met veel zon en temperaturen van rond de 21 graden. De weerfoto van vandaag werd gemaakt door Esther Luik bij de Vlietlanden. En vanavond en vannacht blijft het helder, het koelt niet veel af, het wordt ongeveer 15 graden. En morgen wordt het echt een zomerse dag met tropische temperaturen van rond de 29 graden. Maar later op de dag trekt de bewolking aan en gaat het regenen met mogelijk onweersbuien. Maar de rest van de week is het zonnig met een gemiddelde temperatuur van 16 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdagmiddag om 5 uur melden we ons weer en in de tussentijd houden we u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je een heel fijne dag!